voordat de jacht op de Hollandse Nieuwe wordt geopend, zijn in onze vissersdorpen de vrouwen druk in de weer om de vleet in orde te brengen. De netten te boeten, zoals dat heet. Als alle gaatjes netjes gerepareerd zijn, komen de mannen met paard en wagen naar de duinen om de netten naar boord te brengen. Het is een schilderachtig en bekoorlijk tafereel, elk jaar weer. Dat hele klaarmaken van de vloot is trouwens interessant. Honderden vaten voor de haring en tonnen met pekel gaan mee op zo'n reis. Voordat de vloot vertrekt, krijgt alles nog eens een kwastje verf en is er de traditionele vlaggetjesdag. Dan liggen alle schepen prachtig gepavoiseerd te pronken. Toch is er dit jaar over het feest van de haringvangst een schaduw gevallen. Een loongeschil tussen reders en vissers heeft ertoe geleid dat de vloot niet op de vastgestelde tijd uitvoer. Ondaan van hun versiering wachten de scheepjes hier nu op hun bemanning, die pas zal komen als het geschil zal zijn opgelost. En de jacht op de Hollandse Nieuwe kan nog niet beginnen.